Onder auspiciën van IT Core wordt dit jaar voor de zesde keer de hackathon gehouden. De opening vond vanmiddag plaats in het Telesuur Opleidingscentrum TOC, te Morgenstond. In de rol van Digital Enabler ondersteunt Telesuur de hackathon, een uniek platform waar Surinaamse creatievelingen, ontwerpers en programmeurs samen innovatieve oplossingen bedenken en maken voor uitdagingen in de praktijk. Na een korte introductie door de MC's en de hoofdsponsor, de Hagerin Bank, volgde de presentatie van de teams. Radio Team 01, I will be the leader. My name is Dean Sheikalam. We have Daniel Dos Ramos, we have Akash Pagu, we have Gustavo Lara Alvarez, with his wife Maria Elena, and we have Rafael, which will be our coach. My name is Joel Nalanda. I am a member of Team Bits Please. We're competing in this competition this year. My fellow teammates are Dwight, Leslie, Andoyo, Chanel, and Roel. This is my team, Pipeliners. My team members are Brian Mailbox. He is the backend. Developer. I am Budu Vijayan, the front-end. He's also front-end. Ryan Budhu, my younger brother. Avinash Kapoor, also front-end. And she is Samaira Imambax. She does the project management and also research. We are Tech Bosses. I'm Rasan Ulagadu, and these are my teammates. Good evening, everyone. I am Avinash. I am Alejandro Arca. Okay. Thank you, Val. I'm Katie Munese. Selena Jones. So we are from Codets and we are the upscalers. And we have participated in Trinidad. And we have been selected to go to Rwanda. And here we will work on our project. We are participating in on the hackathon this year. My name is Shayset, our team. We are the Hack Elite. This is yours. My name is Mitchell Fabidinimo. I'm from Team Codex. This is Timothy Pokorny, Cheyenne, Virish, and Akash. De 8 teams die meedoen aan de 24 uur durende wedstrijd voor het ontwikkelen en bouwen van werkende IT-applicaties. De creaties zijn e-services die door partnerschappen tussen sectoren, wetenschappen en techniek kunnen worden ontwikkeld. Het Hackathon 2018 thema is FinTech Solutions en bouwt voort op ontwikkelingen die in Suriname gaande zijn, waaronder high-speed internet, e-commerce, online payment en cloud-opslag. De deelnemers tussen 11 en 38 jaar zijn in pre-meets en workshops voorbereid op het thema, het wedstrijdreglement en de jurering. Evenals bij de voorgaande hackathons stelt Telesuur onder meer een high-speed internetverbinding en de locatie beschikbaar. De winnaars zijn morgenmiddag bekend.